Training vervolgen, een mooi asfaltcircuit in Amersfoort en de kopman is onze vriend Jan. Maar dit doet de vierdeurs van de laat. Op een tweetap Yamaha 125 kubieke centimeter, de 17, Roy Knipkeer met de Michael, die gaat richting de paddock. Technische problemen. Daarachter hebben we Frans Vrij, en de 125. En die wordt vervolgd door Peter Schwartz. Ja, Peter Schwartz, die is van genoemd. Tegenwoordig woonachtig in Duitsland. En Peter rijdt op een MZR 125. Daarna krijgen we de oldtimer klasse, dan de 500, de 50 kubiek, 250 kubieke centimeter en de zijspan klasse. Vanmiddag hebben we daar natuurlijk ook nog de lokale partij bij, de lokale klasse. De uitgebreide terug met hele mooie motoren, veel viercilinders met open uitlaat. Training. De Honda CD350 OR. De Kawasaki start nog maar de 7e wijze. En is minieten geblazen. Voor Grand Prix motor 350. Er is een rijden van Honda CR77. Replica van 1944. Wow.
rijden op een hele goede heel weinig op. Je rijdt vaak de prijzen regelmatig rondgaan. Het is belangrijker dan snel rondgaan bij de demo's van het Classic Racing Team. En als laatste is 26 jaar. Laatste oproep, ontuimen klasse, gereed maken voor training. Naar het rennerskwartier, deelnemers 500 kubieke centimeter, wilt u zich gereed maken voor u. Heel rustig rijden, de achterzijde. Jan de Laan. 450 kubieke centimeter van 1963. Nou, hier is al een behoorlijkheid vertrokken ten opzichte van zijn kom-collega's in deze oldtimer-klasse. En nogmaals, het gaat niet om wie heel snel rondgaat. Het gaat om het regelmatig rondgaan. Harry Borgeling. Nou, kom eens even. Kun je rijden? Het is op de 450 kubiek. André van den Berg, onze vriendelijke vriend. En daar weer af. Hij heeft hem toch aan de praat gekregen hoor, Albert Dokter. Wacht even, Tom, de heer is een Tom. Kijk, dit zijn de langzamere mannen, maar die genieten net zoveel als de rest hoor. Karel Bultek. Nou, de hondbaan 350, die kunnen gaan sleutelen in het rennerskwartier en gaan kijken wat de problemen zijn. Oproep, rennerskwartier, deelnemers 500 kubiek, wilt u zich gereed maken voor uw training? Tijdens de grote prijzen in de jaren 70. We gaan eens even kijken. Na de 500 krijgen we attentie in het kwartier. Deelnemers 50 kubieke centimeter. Voor start nummer 33. En de all-time klasse Harry Bond. En de hoofd aan de klasse. Wil jij je melden?
Harry, Borgel, Melbourne bij start en binnen. Nou, kom al lang door. Hele snelle mannen. Ja, Honda RC 181 met die vier open uitlaten en de rechter niet te verlaten. Aan de Veen en ook de Wijnstad. Jan van Zuik, Jan van Zuik, Goldstar, oftewel op een Appingedammer DSA fabriek. Jan de Jong, tegenwoordig gevestigd in die Volva in Groningen. Die bouwt die DSA blokken minutieus na. En op zo'n motor rijdt onze nummer 55, Jan van Zuik, op de BSA. Lekker rustig. Onze vrienden. Zomaar 2 nog rustiger aan doen. Waarom we niet meer sneller doen we die rijden. Maar de Suzuki TR500. En we zien Henk de Voert op de Suzuki T500. Richting de... Nou, de 50cc is onderweg en ik heb een mededeling voor de deelnemers. En de 250 kubieke centimeter wilt u zich langzamerhand gereed maken voor uw training. 250 kubiek graag gereed maken voor uw training. En dan komt die hele meute eraan. Een hele grote groep. Alle klassen zijn bijzonder goed bezet hier in Hansbergen. En slipstreamen, hè? Lekker slipstreamen. Dat doet het niet. Kopea. En dan de 43 van Albert. En dan krijgen we die mooie Honda CT5. Deelnemers 250 cc. Wilt u zich langzamerhand gereed gaan maken? Goed.
250 verdronken. En we hebben dan nog één groep. En dat is de vliegende tapijten. Heren en dames, Zeisman deelnemers, wilt u zich langzamerhand gereed maken voor... Heel rustig rijden. Dat is Fred Boekhoff. Startnummer op 10. De 10 slippers. Technische problemen. Slipper. Jan Westerhoff. Jan Westerhoff. 50 van meter. 72. En u ziet ook, het zijn regelmatigheidswedstrijden. En dan André van den Berg. Oh, wat een geluid. Wat een geluid. Honda CB72 van 1971. En we zien na het renovatiejaar het Heideveld. Op de Yamaha R5. Dit jaar weer volop aanwezig, ook deze zijspannen. Ja, en dan moet de bakker eerst zijn werk gaan doen hier op het asfalt. Het zonnige asfalt. En dat is combinatie nummer 1. Eigen baal. En achterwerp is hier weer een door uit Maasluis en Monster op een Suzuki Vento. Van 1972. Die mannen en die zijn goed van start gegaan, maar de rest komt er nu heel mooi aan. Als aan een touwtje onder aanvoering van het gele gevaar. En die gaat heel rustig aan. En dat is de ene. Thank you.